In dit filmpje gaan we kijken naar wat dependency injection juist is en wat de taken zijn van dependency injection. Vooral dan met het oog op het zelf implementeren van dependency injection. Dependency injection is a set of software design principles and patterns that enable you to develop loosely coupled code. Loose coupling makes code more maintainable. Een quote uit een zeer, zeer aan te raden boek genaamd Dependency Injection Principles, Practices and Patterns van Steven van Deurzen en Mark Seaman. Echt een aanrader, dit boek. Er staat zeer veel informatie over de taken van dependency injection, dat we even kort gaan overlopen in dit filmpje. En ook waarom dependency injection bestaat en hoe we zelf dependency injection kunnen implementeren met of zonder gebruik te maken van een DI-container. Eerst even kort stilstaan bij SOLID. SOLID is een set van richtlijnen die ons gaan helpen om beter onderhoudbare code te schrijven en meer kwalitatieve code. De S staat voor Single Responsibility Principle. Dat wil zeggen, heeft een klasse maar één verantwoordelijkheid? Dat is de vraag die we ons gaan stellen. Of meer specifiek, heeft een klasse maar één reden waarom ze mogelijkerwijs zou moeten veranderen? Dat is de vraag die we ons moeten stellen. En als we gaan kijken naar het takenpakket van een klasse, daaraan gerelateerd is ook de afhankelijkheden die een klasse heeft, dan gaan we al snel kunnen zien of een klasse te veel verantwoordelijkheden heeft. Bijvoorbeeld wanneer dat we constructor injection gaan gebruiken, gaan we heel snel aan de parameterlijst van een constructor zien of het aantal dependencies van een klasse niet te hoog is. Wat zou kunnen wijzen op te veel verantwoordelijkheden voor die bepaalde klasse. Open closed principle staat voor open for extension en closed for modification. Als we DI gebruiken, dan gaan we onze klassen makkelijk uitbreidbaar kunnen maken, onder andere door gebruik te maken van interfaces, het implementeren van interfaces, overerving en ook door verschillende strategieën te gaan injecteren in andere klassen. Daarbovenop is er ook nog decoration, een principe dat we ook binnen de context van DI gaan gebruiken, maar daarover zo meteen meer. Het Lisk of Substitution principle is essentieel voor dependency injection. Het kunnen verwisselen van concrete implementaties van een interface gaat mogelijk gemaakt worden voor een deel of zou mogelijk gemaakt kunnen worden door DI. We hebben verschillende afhankelijkheden van de ene klasse naar de andere en we willen niet afhankelijk zijn van een bepaalde implementatie, maar wel afhankelijk zijn van een bepaalde interface. Dus dat is echt een van de backbones van dependency injection. Het Interface Segregation Principle is het principe van het opdelen van interfaces en zo kunnen we ervoor zorgen dat bepaalde consumers of clients van een bepaalde interface niet afhankelijk zijn van delen van een interface waar ze niets mee te maken hebben. We gaan onze interfaces opdelen in kleine delen, zodat we enkel maar methodes in die interfaces hebben die relevant zijn voor de componenten, de klassen die afhankelijk zijn van die interface. Het Dependency Inversion Principle is het principe waarbij we gaan programmeren naar een interface en waarbij we een abstractieniveau of een interface gaan introduceren tussen enerzijds de client, de consumer van de interface en anderzijds de implementatie. Maar belangrijk hier is dat de implementatie, de detailimplementatie, zich ook moet gaan schikken naar die interface en niet andersom. Het is niet zo dat we onze interface gaan bijsturen afhankelijk van wat de implementatie juist is. Nee, de implementatie, net zoals de consumer, moet zich schikken naar die interface. En het is eigenlijk eerder de consumer die interface gaat bepalen. Even kijken naar de kerntaken van DI. Een eerste kerntaak is al zeker object composition, het instantiëren van die dependencies, van die afhankelijkheden. Wie gaan we verantwoordelijk maken voor het aanmaken van die componenten? Een klasse hoeft ook zelfs niet te weten van welke concrete implementatie dat die op een bepaald moment gebruik maakt. Bijvoorbeeld deze product service is afhankelijk van de inventory repository interface. Dus dat is een dependency van die product service. De product service is niet afhankelijk van
een SQL-implementatie of een relationele databank-implementatie van die inventory repository. Die hoeft niet te weten of dat die inventory repository gebruik maakt van bestanden van files of van een NoSQL databank of van een relationele databank. Dus dat is één ding, hè. Die hoeft niet te weten wat de juiste implementatie is, want de afhankelijkheid is alleen maar naar de interface. Anderzijds zou je ook kunnen zeggen, ja, als er nu meerdere services zijn die afhankelijk zijn van een welbepaalde interface, waarom zou het dan aan de product service zijn, specifiek, om instanties te gaan beheren of aanmaken van die inventory repository en niet aan een andere klasse? Hè? Waarom zouden we die verantwoordelijkheid gaan leggen bij de product service? Dat is eigenlijk niet zo zinvol, dus vandaar dat object composition, het aanmaken van de dependencies, al zeker een kerntaak is, een belangrijke kerntaak van DI. De object lifetime is hier ook aan gekoppeld. Een klasse hoeft en kan de lifetime van een dependency zelfs niet beheren. Want een dependency kan, zoals daarnet ook gezegd, gedeeld worden door meerdere clients. Meerdere klassen kunnen gebruik maken van een bepaalde dependency. Ja, en hoe kan je dan die klasse terug gaan vrijgeven? Of hoe kan je die resources die die klasse gebruikt terug gaan vrijgeven? Wanneer we, dat we een garbage collector gebruiken, dan gaat er het een en het ander voor ons gebeuren. Dat is makkelijk, dat is convenient. Maar aan de andere kant, wanneer dat we met disposable objects of iets dergelijks gaan werken, dus objecten of klassen die een zekere resource gaan vastnemen en die ook terug gaan vrijgeven, ja, dan gaan we onmogelijk die lifetime kunnen laten beheren door een bepaalde dependent klasse. Dat is onmogelijk. Interception kunnen we makkelijk implementeren door gebruik te maken van het decorator pattern. Dat ziet er als volgt uit. Stel, we hebben een component, we hebben een zekere klasse met een publieke methode genaamd operation, een publieke operatie hier eigenlijk. Als we die willen gaan decoreren, die component, dus als we een beetje extra functionaliteit willen gaan toevoegen aan de bestaande implementatie van operation, wat dat die dan ook doet, hè, dan zouden we dat bijvoorbeeld als volgt kunnen doen. We zouden een decorating component kunnen gaan maken die overerft van component en die dus ook een implementatie gaat hebben van operation. Decorating component erft over van component, is dus volledig compatibel met component en is dus ook toekenbaar, hè. Of we kunnen die toekennen of assigneren aan variabele parameters en dergelijke van het type component. Dus overal op elke plek waar een component gevraagd wordt, bijvoorbeeld een of andere service zou afhankelijk kunnen zijn van component, kunnen we ook evengoed een decorating component gaan providen of gaan geven. Hè, want die types die zijn compatibel. Dus we hebben hier die originele operation, die is geïmplementeerd. Die decorating component, die erft ervan over, dus die kan ook perfect die operation gaan implementeren en dat gaat ook gebeuren. Heel concreet gaat deze operation hier, die gaat een beetje extra functionaliteit toevoegen. Die kan misschien een login statement doen, bijvoorbeeld kan daar gelogd worden van de methode is aangeroepen geweest of de methode is beëindigd en zoiets zou gelogd kunnen worden. Maar heel belangrijk, en daar draait het hier eigenlijk om, gaat hier vanuit die decorating component, vanuit die operation hier onderaan, gaat er gedelegeerd worden naar de echte component. Het is dus belangrijk dat die originele operation nog altijd aangeroepen wordt. Als iemand hier die decorating component zijn operation aanroept, willen we een beetje extra functionaliteit doen en ook nog een call gaan doen naar de echte operation. Om dat mogelijk te maken, is het belangrijk dat die decorating component, dus niet alleen overerf van component of van component, om daar compatibel mee te zijn, maar die moet ook nog eens een verwijzing hebben naar de echte originele doodgewone component, zoals hier staat. Dus we hebben hier ook nog deze, dat attribuut hier eigenlijk. Dus component is van het type component hier. Dus op die manier, er wordt een call gedaan naar operation. We doen een beetje extra functionaliteit. Dan delegeren we naar een echte component en dan roepen we de echte, zogezegd de echte originele operation methode aan. En op die manier hebben we een beetje extra functionaliteit hier geïmplementeerd en hebben we nog altijd de originele operation, zoals die origineel geïmplementeerd was, ook uitgevoerd. Hier op de Wikipedia pagina, die ga je ook in de videobeschrijving kunnen zien, wordt het decorator pattern ook beschreven
met interfaces. Dus dit is een versie zonder interfaces, een doodgewone klasse daarvan overerven en dan de aggregatie hier. Op deze pagina vind je ook de versie met interfaces. Dit is de versie met interfaces, dus component en concrete component. Die maken deel uit van onze applicatie. Concrete component zou business logica kunnen bevatten, mogelijk. Hier hebben we nog decorator en de concrete decorator. Die maken deel uit van onze dependency injection implementatie. En net zoals voordien, dus die decorator, die gaat een wrapper zijn. Die gaat deze component wrappen en die gaat die aggregatie hier hebben en die gaat kunnen gaan. Ja, later kan er dan mogelijk gedelegeerd gaan worden naar de echte originele component, hè, maar hier hebben we die alvast gewrapt. En de concrete decorator, die gaat dan functionaliteit toevoegen, die gaat dan echt die operatie gaan implementeren, een beetje extra features toevoegen, hè, een beetje logging of iets anders. En die gaat dan delegeren naar de echte component via die aggregatie hier eigenlijk. Ik heb al veel gesproken over logging als typisch cliché voorbeeldje, maar wat kunnen we nog doen met interception? Wel, dus we gaan aspect-oriented programming gaan implementeren. We gaan over een hele laag van classes een aantal algemene features gaan implementeren, zoals bijvoorbeeld logging. Maar dat kan ook zijn security of validatie van input, validatie van parameters en dat soort dingen. Dat zijn allemaal features die geïmplementeerd kunnen worden door dus te decoreren, hè. Dus door het principe van interception. Populaire voorbeelden daarvan, geïmplementeerd in het Spring Framework, zijn bijvoorbeeld cacheable, waarbij we een annotatie toevoegen bovenop een methode en die methode zal plots gecached worden. Hè. Dus wanneer dat die methode opnieuw aangeroepen wordt met dezelfde parameters, zal daar automatisch een beetje extra code in gang schieten om dan het resultaat terug te geven. Kan er mogelijk nog wel gedelegeerd worden of niet gedelegeerd worden, dat is dan weer een ander verhaal hier. Transactional, het implementeren van transacties bovenop een methode, dus het starten van een transactie en het eindigen van een transactie, dat kan gedaan worden door transactional. Moeten we niet meer zelf schrijven, nee, we gaan onze klasse decoreren, we gaan transactional toevoegen boven een klasse of een methode, meerdere methodes of één methode. En dan zal dat automatisch, die functionaliteit zal automatisch toegevoegd worden. Onze klasse zal gedecoreerd worden. Dus we gaan eigenlijk dan een gebruik maken van klassen die lichtjes uitgebreid geweest zijn door het Spring Framework. Het asynchroon afhandelen van iets, een operatie asynchroon maken, kan ook heel makkelijk gedaan worden door Spring. En ook dat is één voorbeeldje van interception.